Hallo, ik ben Mark van der Marel, verdediger van FC Utrecht. Aan mij nu de eer om jullie mee te nemen in een kijkje in het leven van een voetballer. Misschien is dat gevoel nostalgisch. Het is niet meer echt van deze tijd. Dat vechtersvoetbal, harde werkers, altijd voorop in de strijd. In de stad, de chickies roepen in één keer, MOP, Mark, MOP, je weet dat. Ik heb weer even gekeken naar die goal die je vorige keer gemaakt hebt. En iedere keer als ik hem zie, denk ik, hoe is het mogelijk dat die erin gaat? Ja, nou, die reacties die krijg ik wel vaker. Ik blijf bij dat het echt wel een bewuste beweging was om hem naar die hoek te krijgen. Alleen ja, goed, dat hij zo binnenvalt. Het ziet er natuurlijk gelukkig uit, maar ik kon ook eigenlijk niks anders dan alleen maar dat. Dus wat dat betreft, hij zat erin. Het is tot nu toe mijn enige goal. Ik hoop dat het natuurlijk wel uit te breiden. Alleen waarschijnlijk zal het niet meer op zo'n manier gebeuren. Maar we moeten eerst eens even van je horen met welke koffer jij die finale ingaat. Heb je erover nagedacht? Ja. Klinkt niet heel positief, hè? Gelukkig is het niet helemaal verdwenen. Er loopt er nog zo eentje rond. Legt altijd het vuur aan de schenen, vreet het gras op tot de grond. Gevaarlijk in, ja, het is zelfs raak. Van der Marel maakt er 1-1 van. Welke wil je? Neem koffertje 2. Koffertje 2? Goed, dan gaan we die deze kant op halen. En dan mag jij mij uitleggen waarom uiteindelijk de keuze op deze koffer is gevallen. Labiat, keeper is eruit, Labiat. En in tweede instantie Van der Marel. 2-0. Die bal komt terug. En Mark van der Marel bedenkt zich geen seconde en ramt hem in de goal. Jurrius terug. Labiat en dan Van der Marel. Prachtig gedaan. Alsof hij een aanvaller is en niet een verdediger. Uitstekend ingeschoten. Het was 20 september, jaar 09. Eerste wedstrijd uit Den Haag. Nog een jochie, niet de grootste, maar wat wilde hij al graag? Nou, dit is een rugnummer van een speler. Een voetballer? Ja. Echt waar? Ja. Van welke voetballer? Van welke voetballer? Ja? Van de Marel. Nog onbeholpen, soms wat fouten, af en toe een fluitconcert. Wie kon toen denken dat dat ventje toonbeeld van ons Utrecht werd? Okay, van welke voetbalclub is die? FC Utrecht. FC Utrecht. Maar je bent Amsterdammer? Nee, ik woonde. Je woont in serieus? Ja. Oh. Maar nu weet iedereen hoe gek ik ben, dus iedereen houdt van MLP. Want met al zijn harde werken, samen met wat jaartjes meer, is hij voor menig supporter nu juist de grote meneer. Van der Marel weer terug, dat is natuurlijk goed om te zien. Jansen geeft voor en daar is meteen het doelpunt ook. Nou, dat is een gouden wissel. Dit moet een van de snelst scorende invallers ooit zijn. Omdat hij passie en clubliefde nooit onder stoelen banken stak, gaan fans voor hem ook door het vuur, durf ik te zeggen met gemak. Jozef Kiepries deed het ooit vanaf de strafschopstip, vanaf het moment dat hij in de ploeg kwam. Maar Mark van der Marel heeft er amper 10 seconden voor nodig. En nummer 2 is een goede voetballer van Utrecht. Nou ja, ik mag hem graag zien. Er zijn okay. De meningen over verdeeld, maar... Goed, jij gaat voor nummer 2. Vind ik hartstikke leuk. Ruim 200 al gespeeld. Zat hij ernaast, vocht hij zich terug. Zelfs als linksback houdt hij zich staande, borst vooruit en rechter rug. Paas Ramselaar in de kleine ruimte struikelt, valt. Dat is niks, dit is ook niks, zegt Hegeler. De valpartij van der Marel. En dan wordt Van der Marel wel degelijk aan de binnenkant van de voet geraakt. Kijk, tuurlijk, ik gooi ook liever eerlijk gezegd die pannetje of akkatje. Maar dat zit er niet in bij jou. Ah, nee man, ik zeg eerlijk, ik ken niet voetballen, vriend, snap je? Van groeibriljant tot parel, voor altijd in ons rood-wit hart zit hij, Mark van der Marel. Aller, Boymans is vrij voor het doel, maar wordt er niet bereikt. Van der Marel dan, en dan vliegt hij erin. Dan is de band gebroken voor Utrecht via Mark van der Marel. En zijn ze bij VVSB erg boos op de assistent scheidsrechter. Is het buitenspel voor Aller? Dat is de vraag die VVSB hier beantwoord wil zien. Nou, het is absoluut geen buitenspel. Dat wordt in het centrum opgegeven. Dames en heren, FC Utrecht komt tot een 1-0. De voorzet wordt uitverdedigd van der Marel. En dan is Van der Slot de ongelukkige die de bal van richting verandert. Dan is er geen houden aan voor doelman Valk. Het is dus nummer 2 geworden. Ja, er worden ook wel concurrenten gehaald. Maar ja, uiteindelijk... Heb ik bouwen, dus het ene seizoen dat we Europees speelden inderdaad, heb ik eigenlijk altijd wel 20 wedstrijden sowieso gespeeld. En eigenlijk vaak nog meer. Dus ja, dan en onder verschillende trainers. Dus inderdaad, dan zou ik toch wel iets goed doen. Uiteraard Van der Marel als Sint Maarten op dit prachtige doek afgebeeld. Schiet maar raak, ja, het is raak. Mark van der Marel scoort de 2-2. Met Kleiber van der Streek is voor het doel. En daar is ook de kopbal van Van der Marel.
2-0 Utrecht. Knappe goal hoor van Van der Marel. De speler van het jaar bij FC Utrecht. De cultheld, de man die meer dan 200 wedstrijden inmiddels erop heeft zitten in het rood-wit. Ik dacht, oké, dan ga ik nog harder werken om te laten zien, hey, dit is mijn plek en ik ga spelen. Ja! Ja, ja, ja! Lekker jongens! Lekker! Ja! De echte geheimen kunnen we helaas niet prijsgeven natuurlijk, maar ik hoop wel dat jullie genoten hebben. Ciao!